Mijn naam is Janine LaRose en ik speel de rol van Gigi. Dat is de oma van Tina Turner. Jij hebt een geschenk in je dat je aandacht moet geven. Jouw stem! Gigi is eigenlijk een heel spiritueel figuur. Zij is eigenlijk degene die liefde geeft aan Tina en die haar accepteert zoals ze is. Eerst moest ik wel even slikken dat ik dacht, oh, moet ik oma spelen? Maar waar ik uiteindelijk door geraakt werd is de liefde die Gigi in zich heeft en de spiritualiteit. En dat deed mij heel erg denken aan mijn eigen oma. Zij heeft mij altijd gestimuleerd om mijn dromen na te jagen. Toen ik die connectie voelde met deze rol, dacht ik ja, let's do it. Wat ik heel leuk vind in mijn showroutine is dat ik vaak zo lekker in mijn joggingpak of in mijn joggingbroek in mijn onesie naar het theater. En daarna gaan we naar de warming-up. Die doe ik meestal voor de helft mee en voor de andere helft doe ik een beetje mijn eigen ding. Daarna ga ik inzingen met de kindertjes. Dat vind ik hartstikke leuk. De kleine Tina en de kleine Anime en Little Craig. Het zijn 3 kids die in deze musical spelen. Dus ga ik lekker met ze lol maken en inzingen. En dan om 7:45 begin ik met mijn haren in de boekels. En dan begin ik te transformeren tot oma Gigi. Ik had in het begin best wel moeite met Gigi en de kleding qua uiterlijk. Omdat iedereen in deze voorstelling uber sexy is. Met korte rokjes en dansmoves. En Gigi is eigenlijk de enige die in een ouderwetse jurk rondloopt en rimpels geschminkt krijgt. Ik word echt een omaatje met rimpeltjes en wallen en vlekken. Ik krijg ook van die spetters in mijn gezicht, van die ouderdomsvlekken. Dat doen ze bij de Kap en Griem. De uitdaging is voor mij natuurlijk dat je af en toe niet zo lekker voelt. Het gebeurt ook wel eens dat je stem niet zo lekker zit, hè, omdat je zoveel shows speelt. Maar wat voor mij elke dag weer de vonk aanwakkert om deze show te spelen 7 keer in de week. Dat je beseft dat die mensen zo vol verwachting zitten te wachten wat ze gaan zien. Oh, ik krijg nu kippenvel terwijl ik erover praat. Ik kan er tranen van in mijn ogen krijgen. Want dat is het grootste cadeau wat wij als acteurs en artiesten het publiek kunnen geven. Deze show, Tina, heeft mij op een soort manier misschien toch wel volwassener gemaakt. Soms denken we van, oh, ik word al oud of jeetje, het is, weet je wel. Maar nee, elke dag is een nieuw begin, hoe oud je ook bent, hoe jong je ook bent. En dat heeft deze voorstelling me echt gegeven en dat blijft het me elke dag geven.